Er kunnen op dit moment geen arbeidsmigranten komen wonen in het NH-hotel in Geldrop. Het past namelijk niet in het huidige bestemmingsplan. Dat laat de gemeente weten. De nieuwe eigenaar wilde 200 buitenlandse werknemers huisvesten in het pand. En dat plan dat zorgde voor veel onrust, vooral in de naastgelegen wijk. Want daar zitten ze helemaal niet te wachten op de arbeidsmigranten. Ik vind het eigenlijk geen goed idee. Je krijgt er alleen maar extra problemen door. We willen allemaal migratie, allemaal mensen die hier komen werken. En een hoop problemen. En dat heeft helemaal geen nut, want eerst moeten de mensen hier in Nederland thuis zitten. Laat die maar eens eerst aan het werken. Want er zijn zoveel bejaarde mensen die een huisje zoeken. Zet daar die mensen in of andere werkende. Ik vind het goed als wij geen last van de migranten hebben, dus dan is het prima. Ik zou het op zich niet zo prettig vinden, want dat zou betekenen dus dat hier de buurt ook iets minder wordt. Ik heb hier dadelijk allemaal overlastspullen in de tuin, hè, dadelijk allemaal dingen gestolen. Hè, want vaker is het de buitenlander, wil ik niet racistisch zijn, maar het is wel zo. Dus ja, ik ben er zwaar op tegen eigenlijk. Op dit moment zit er een bestemming voor horecadoeleinden op het hotel. Daardoor kunnen er dus nu geen arbeidsmigranten in komen wonen. Het bestemmingsplan kan wel gewijzigd worden, maar de gemeente laat weten dat daarvoor dan wel draagvlak moet zijn bij andere belanghebbenden. En dat lijkt er in de naastgelegen wijk in ieder geval niet te zijn. Dat er mogelijk arbeidsmigranten in het voormalig NH-hotel hier achter mij komen wonen, leeft enorm in Geldrop. Er is een Facebookpagina opgericht tegen deze plannen. Ook zijn er spandoeken opgehangen met protestleuzen. We hebben de mensen achter deze spandoeken en Facebookpagina ook proberen te benaderen, maar zij willen niet op camera reageren omdat ze anoniem willen blijven. Wat er nu precies met het NH-hotel in Geldrop gaat gebeuren is nog onduidelijk.